Margaretha, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, hoe is het met jou? Ja, gaat goed. Ja, gaat goed, ja. Het zonnetje schijnt. Ja. Ja, dan kunnen we niet hier in de muziekschool. We zijn in de muziekschool in Kuiperspoort met de twee ingangen. Ik kom via de Hagen Preekgang, maar we kunnen ook binnen via de Kuiperspoort. Maar dit is niet jouw vaste plek, maar het is wel een plek waar je vaak komt om te oefenen. Zeg ik dat goed? Ja, het is echt mijn tweede thuis. Ja? Ik kom hier al sinds ik heel klein was, want ik had vroeger ook vioolles hier. Ben ik mee gestopt, maar met piano ben ik doorgegaan. Dus toen ik aan UCR studeerde in Middelburg, toen mocht ik eigenlijk ook hier studeren. Toen corona kwam, toen mocht ik hier blijven studeren terwijl er geen lessen meer waren. Dus het werd toen echt een beetje mijn tweede thuis. Ja. En sindsdien ben ik hier eigenlijk heel vaak. Als ik terug ben in Middelburg, dan kom ik altijd in de muziekschool nog. En je bent inmiddels dus afgestudeerd? Je woont in Den Haag? Ja, ik doe nu een tweede bachelor eigenlijk. Oké. Okay. Ja. In de muziek neem ik aan. Ja, dus op het conservatorium. Ik zit nu in mijn derde jaar. Dus ja, rond ik eigenlijk bijna af. Dus hierna laatste jaar van mijn bachelor. Ja. Ja. En daarna ben je ook wel van plan om professioneel muziek te maken? Of hoe zie je dat voor je? Op dit moment wel. Maar ik wil nog wel een master doen. Ik ben nog niet uitgestudeerd. Dat duurt dan nog wel een paar jaar. Ja, ik heb wel zin om daar nog echt tijd voor te nemen. Binnenkort heb je een optreden bij Smith Art in de Singelstraat. Dat is eigenlijk een beetje je overbuurvrouw. Ja. Daar ben ik ook wel eens geweest toen ze er net, was. Ja. Maar zij organiseert best wel veel concerten en al dan niet in combinatie met exposities of openingen. Soms zijn er zelfs performances volgens mij. Zij doet echt van alles. Ja, die combinatie is altijd ontzettend leuk van schilderkunst. Mensen die echt veel van kunst houden en dan muzikale intermezzi of concerten inderdaad. Ja. Dus dat is altijd echt een feest om daar te zijn en te spelen. Ja, maar je gaat er ook wel eens naartoe gewoon als buurvrouw of als belangstellende? Ja, dat is een goede vriendin ook. Ja, inmiddels ja. Het is een leuke vrouw ook, hè? Ja. Heel spontaan is ze. Ja. Hey, maar nu ben jij dus ook gevraagd om te spelen. Dat is volgens mij niet voor de eerste keer. Want... Nee, dat is wel, ik weet niet hoeveel ik daar heb gespeeld, maar echt een aantal keer. Ik ga twee stukken van twee preludes van mijn chance spelen. Het is redelijk hedendaags eigenlijk. En daarna de tweede sonate van Prokofjev. Dat is wel echt heftige muziek. Ik heb daar heel erg lang op gewerkt. Dus ik heb heel veel zin om dat te gaan spelen. En heftige muziek in de zin van, kan ik dat vergelijken met ingewikkelde jazz? Of, Ja, eigenlijk wel. Oké. Okay. Het heeft ook wel iets jazzies soms. Maar het is wel... Het is de tijd van de Koude Oorlog. Je hoort wel een soort verzet erin. En ook veel zwaarte. Okay. En eigenlijk ook, er zitten grapjes in, maar het is altijd met zo'n sarcastisch toontje erin. Okay. Maar ik vind het fantastisch om te spelen. En er zit gewoon veel diepgang ook in. Dus dat maakt het heel leuk. Wil je een stukje spelen voor RS? Ja, ik wil een stukje spelen. Ik speel, dat had ik nog niet gezegd, aan het einde van het concert. Dus na dat zware stuk van Prokofjev speel ik nog twee stukjes van mezelf. Dus ik heb zelf ook wat geschreven. Dat is eigenlijk iets wat ik een beetje in coronatijd had ontdekt. En ik heb gemerkt dat mensen dat ook wel erg leuk vinden. Een soort eigen toevoeging. En dat ik het ook erg leuk vind om te doen. Dus... Thank you.
Ik vond het best een heftig stuk. En die, ja. Zeg maar, die passage, die hele zware. Ja, er zit wel een beetje dramatiek in. Ja, voor mijn gevoel, het leek wel of er iemand boos was. Ja. Is dat ook? Vertel je hier nou ook een verhaal mee? Want, of is dat aan de luisteraar om zelf te bepalen? Of is het ook een verhaaltje? Ja, het is wel een verhaal. Maar meer gemoedstoestand, denk ik, toen ik het schreef misschien. Of toch iets wat zo is ontstaan. Maar niet eens per se dat ik een specifiek verhaal erbij heb wat ik zou kunnen vertellen in woorden, zeg maar. Heeft het een naam? Het heet impromptu. Sorry? Het is impromptu. Dus betekent, ja, het is eigenlijk Frans voor improvisatie. D'accord. Dat het heeft wat improvisatorische elementen, qua structuur vooral. Ja. Oké, okay, ja. Nou, superleuk. Ja. Dankjewel.